You can do it? Go! De deelnemers van het basketbalkamp in Elst krijgen een clinic van niemand minder dan Gadi Kedar, de bondscoach van het Nederlandse basketbalteam. Op! Ja, ik vond het heel leuk. Heel leerzaam. Streng, maar dan op een goede manier. You don't know how to catch the ball? Huh? You lose the ball, we lost the game. De Nederlandse Basketbalbond organiseert al jaren zomerkampen in de bossen van Elst. En Britt en Justin slaan nooit een kamp over. Ja, daar ben je zo aan gewend als je dat een heel seizoen doet. En dan opeens helemaal stopt. Dat is heel, ja, ik kan heel moeilijk dan stoppen. Nou ja, dan gaan we maar gewoon door. Gewoon 's ochtends, 's avonds en 's middags. De hele dag door. Very good. De jongeren slapen in de jeugdherberg naast het veld en moeten iedere avond op tijd naar bed. En oh wee, als je je daar niet aan houdt. Je krijgt 2 waarschuwingen en na de tweede dan word je door Santino, de coach, naar buiten gehaald. Dan mag je hier op het veld gaan staan en dan heb je straf. Want wie de top wil bereiken, moet er wat voor over hebben. En wie weet veroveren deze jonge spelers dan ooit wel een plekje in het nationale team van de bondscoach. Het zijn 12 players die can reach it and can make it, but they have to start now. They have to start now. Oké? Okay? You can be better and better every day. Every day. Ja, eigenlijk aan de top, hè. Ik zou wel naar buitenland of zo willen. Of ja. NBA niveau. Is wel een leuke droom om te kunnen halen.